Mobini. Het is maandagavond 9 uur, tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama, van harte welkom. De een weet niet dat ze het virus dragen. Dan heb je weer de ander die opzettelijk zijn of haar partner besmet. Kijk, als je seksueel actief bent, dan is het raadzaam dat je optimaal je laat testen op HIV. Want tegenwoordig worden mensen die leven met HIV, ze worden steeds ouder en ze leven ook een vrijwel normaal leven dankzij de juiste medicatie. Maar hoe staat het in principe met het aantal geïnfecteerden hier in Suriname op jaarbasis, maar vooral natuurlijk het preventiebeleid? Vanavond in deze aflevering van Opinie, de trend van HIV-geïnfecteerden. De gasten voor vanavond zijn Deborah Steinberg, HIV-focal point van het ministerie van Volksgezondheid. Steinberg is van huis uit public health arts. Zij is sinds 2006 werkzaam binnen het HIV-veld en is ongeveer 2 jaar de HIV-focal point van het ministerie van Volksgezondheid. Naast het zijn van de focal point is Steinberg ook belast met het verzamelen en analyseren van data, HIV-regarderende. Dames en heren, Deborah Steinberg. Suze Holband, focal point PMT-CT. Van huis uit is Holband verpleegkundig verloskundige. Holband is sinds 2006 de focal point van het Prevention of Mother to Child Transmission of HIV-programma, dat zich bezighoudt met de monitoring en coördinatie van de zorg rondom HIV-zwangeren. In het dagelijks leven is Holband de verpleegkundige directeur in het Slans Hospitaal. Dames en heren, Suze Holband. Welkom dames, mevrouw Holband en mevrouw Steinberg. Dank dat jullie tijd willen brengen hier met ons om te discussiëren over toch wel een hot item hier in Suriname. De HIV-geïnfecteerden. Om te beginnen, dames, met het eerste. Ik hoor soms HIV, ik hoor soms AIDS. Voor mij als leek. Wat is het verschil tussen HIV en AIDS? HIV is de definitie. Dat betekent Human Immunodeficiency Virus in het Engels. Dus eigenlijk zegt het al een beetje, het is een virus ten eerste. Human, dus te maken met mensen. En immunodeficiency, eigenlijk, het pleegt eigenlijk een soort van attack. Het valt eigenlijk ons afweersysteem aan. Dus dat is het virus. En eigenlijk gaat het in principe om dit virus. Dit is het virus dat, waarmee mensen geïnfecteerd kunnen raken. En AIDS is eigenlijk de fase waarbij mensen daadwerkelijk ook ziek zijn. Want als je geïnfecteerd bent geraakt met HIV, wil dat niet automatisch zeggen dat je ziek bent. Dus dat je symptomen of klachten hebt. En in de fase waarbij daadwerkelijk je immuunsysteem zodanig verzwakt is, dat je klachten begint te krijgen, verschillende andere ziektes begint te krijgen, dat is wat we dus de fase van AIDS noemen. Ja, ja. Laatst waren er nog cijfers uitgekomen over Suriname, denk ik, waarbij, houdt u me dat ten goede, ik ken ze niet uit het hoofd hoor, maar u zult het beter aan mij weten, dat er 4800, volgens mij, dat waren cijfers van 2017, denk ik. Ja, klopt. Waarbij er geïnfecteerden waren, 4800 geïnfecteerden. Maar wat, en dat was hij dan onderverdeeld, hè? Dus ja, gespecificeerd naar leeftijdscategorie. Maar wat mij opviel, was dat dus de leeftijdscategorie begon vanaf 15 jaar. Ja. Is dat altijd zo geweest of merken we een daling in de leeftijd qua geïnfecteerden? Nee, het is altijd zo geweest. In principe, onze grootste groep waar men naar kijkt, is, want
er staat misschien in het, want de cijfers die u presenteert zijn schattingen, dat moeten we erbij zeggen. De schattingen, er worden schattingen gedaan door UNAIDS, de organisatie die zich voornamelijk met HIV bezighoudt. Is een schatting dat voor ons er ongeveer 4800 mensen in Suriname zouden leven met HIV. En natuurlijk zijn er zijn ook kinderen, dus er zijn ook mensen jonger dan 15 jaar. Maar onze grootste groep inderdaad ligt tussen de 15 en de 49 jaar. 15 en 49 jaar. Oké, en had u misschien een onderbouwing voor ons? Dus wat de cijfers ongeveer zijn, alhoewel het schattingen zijn. Maar de categorieën bij mannen en bij vrouwen, hebt u dat misschien voor ons? Nou, in principe schat men in zijn algemeen voor 15 tot 49 jaar. Heeft men nu de schatting dat er ongeveer 1,4% van onze populatie in die leeftijdscategorie inderdaad HIV geïnfecteerd zou zijn. Het is voor mannen ietsje lager dan voor vrouwen, maar in zijn algemeenheid is het 1,4%. Ja, ja. Dus als ik praat over HIV, mag ik AIDS niet erbij betrekken dus? Ik mag niet zeggen HIV en AIDS geïnfecteerd. Het moet zijn HIV geïnfecteerd. HIV geïnfecteerd, ja. Want het is niet automatisch dat iemand die HIV heeft, inderdaad ook AIDS heeft. Dus ja, het gaat om HIV geïnfecteerd. Ja, ja. Nou hadden we in 2015, hadden we dus onder andere de Millennium Development Goal en de Sustainable Development Goal, waarbij dus de target was om het aantal HIV geïnfecteerden, zoals ik correct moet uitspreken, het HIV geïnfecteerde teruggebracht moet worden in principe. Ja. Maar zijn we op de goede weg dan als we kijken naar deze recente cijfer van 2017? Ja, nou, ik zou zeggen eigenlijk wereldwijd, want Suriname is in die zin niet vreemd. Over het algemeen, als je kijkt van sinds toen de epidemie gestart is en sinds de beginjaren van de epidemie, ongeveer zelf langer, ons eerste geval was in 1983, maar als we kijken ongeveer 10 jaren terug waar we waren, ook wereldwijd, hebben we inderdaad successen geboekt. Echter is de zorg wereldwijd en ook in Suriname dat we willen een bepaalde target halen die we ons nu als wereld, dus ook als Suriname, aangecommitteerd hebben. Om per 2020 iets te halen, per 2030 iets te halen. En eigenlijk zien we nu dat die trend eigenlijk niet snel genoeg gaat. Dat we een beetje stabiel blijven en dat het afnemen van de cijfers inderdaad niet bewerkstellig wordt. Dus dat is zeker iets om goed naar en beter naar te kijken. Ja, ja. Maar mevrouw Holban, kunnen we zeggen dat het meer bij de mannen voorkomt dan bij de vrouwen of Asan gelijk, no? Wat we wel zien uit de cijfers is dat we meer vrouwen positief hebben, maar dat komt omdat wij alle vrouwen die zwanger raken testen op het virus. Oh. En omdat er dus vrouwen zijn ook laagdrempeliger om naar de arts te gaan dan de mannen. Meestal zien we dat de mannen later binnenkomen om te testen. Maar vrouwen gaan frequenter naar de dokter, waardoor zij dus ook makkelijker in het systeem komen. Maar we zien ook wel daartegenover dat er meer mannen overlijden aan AIDS. Gewoon vanwege het feit wat ik al zei, ze gaan laat naar de dokter. Ja, ja. Dus wanneer zij eigenlijk voelen van ik kan echt niet meer, dan kunnen wij heel weinig voor ze doen, met als gevolg de dood. En terugkomend op de successen die we in principe geboekt hebben, als we kijken naar de vrouwen. Het programma dat we draaien voor vrouwen ten aanzien van de preventie, dat is het Prevention Model to Child Transmission. We zijn nu eigenlijk op het punt dat we zeggen, we gaan richting eliminatie. We willen dus dat wat we proberen te doen met de koppels, dat wij tijdens de zwangerschap eigenlijk al daarvoor vinden we van weet je status, ken je status. Als je denkt dat je zwanger wil raken, ken je status. Mocht je toch seropositief zijn, kom heel vroeg voor controle zodat we op medicatie zetten, zodat die baby's niet geïnfecteerd raken door de moeder. En dat gaat vrij goed. We hebben dus een dalende trend qua geïnfecteerde baby's. We zitten nu op iets van 3 tot 4 per jaar, waar we ongeveer 130 zwangeren hebben die geïnfecteerd zijn en dus een baby geven. Dus dat gaat wel redelijk goed. Alleen de nazorg, daar zitten we met z'n allen naar te kijken. Ja, ja. Voordat we komen naar het stukje nazorg, ik hoor vaak mensen zeggen, dus artsen, dus vanuit de medische wereld hoor ik vaak mensen zeggen, ja, maar je moet vaker gaan testen. Ik heb het trouwens ook aangehaald in mijn inleiding, dat indien je seksueel actief bent, moet je dan vaker gaan testen, moet je vaker gaan testen. Maar het leek langzaamaan op een versje van dat het telkens wordt gezegd, je moet gaan testen. Want er zijn genoeg mensen die zich afvragen, en ik heb het vaker gehoord dat ze zich afvragen, nou, maar
waarom zou ik moeten gaan testen? Want ik ben met één partner. Dus één partner. Dus waarom zou ik überhaupt moeten gaan testen? Ja, dus... daarop zeggende, ik heb inderdaad in mijn... tijdens mijn actieve, nou, ik ben nog steeds actief, maar... Ik heb inderdaad mensen gezien die zeggen van, ja, bij elke andere partner ga ik testen. Totdat ze positief zijn geraakt. En daar gaat het in principe niet om. Het testen is om te weten wat je status is. En als je eenmaal weet wat je status is, is het de kunst om het zo te behouden. En wat ik altijd zeg aan koppels en vooral aan vrouwen, jij weet wat je doet, maar je weet niet wat je partner doet. En we zijn geen vreemden in Jeruzalem. Toch? En ik zeg altijd ook aan ze van, jij weet waar je gaat en staat, maar je weet niet wat je partner doet. Dus bescherm jezelf. Daar gaat het in eerste instantie om. Voorbeeld aanhalende, het verkeer heeft regels. Toch? En het is iedere keer spannend om de rood licht te rijden. Totdat je got hit by another car, of de politie pakt je, of je gaat dood. En zo zie ik het ook. Dus het hangt helemaal van ons gedrag af. Wat je ermee wil gaan doen. Je hoeft niet iedere keer te gaan testen als je weet dat je gedrag, zeker weet dat jouw gedrag en het gedrag van je partner van die aard zijn, dat je erop kan vertrouwen. Maar als je dat niet weet, dan zou ik het wel doen, ja. Ja, ik wilde bijna in de reden vallen, want u zei, u praat tot de vrouwen. Nee, ik zeg normaliter, omdat vanuit mijn werk ben ik bezig. Dat vrouwen tegenkom, ja, want het kan ook omgekeerd zo zijn. Dat moet ik ook wel mee zeggen. Klopt, helemaal. Vanuit de mannen kan komen en dat je dus niet weet wat de andere kan. Helemaal. Maar daarom zeg ik, het is een koppel. Het is een koppelspel, toch? En ja, ik zie zwangeren. Vaak genoeg komen ze alleen. En vanuit mijn werk moet ik dat ook wel vragen, omdat ik wil weten van wie die man natuurlijk dat je geïnfecteerd bent. Niet om het te weten, maar om jou te ondersteunen in het traject. Maar ook voor zichzelf, om te weten van hoe gaan we verder. En vaak hoor je dat vrouwen zeggen van, ik weet niet hoe hij heet. Weet dat allemaal. Maar aan de andere kant... Ik weet niet hoe hij heet? Ja, toch? Maar aan de andere kant zie ik ook dat vrouwen komen met hun partner. En dan kijkt die man me ook wel strak aan, alsof hij wil zeggen van, en zeg nou iets. Want hij was er ook wel met de ander. Toch? En dat bedoel ik eigenlijk. We zijn geen vreemden in het land. En als we willen dat we dit virus inderdaad in het diepvries zetten met min 200 graden Celsius, dan gaan we allemaal ervoor moeten zorgen dat we, dat we ons gedrag gaan veranderen. Ja, heel mooi punt. We moeten er allemaal voor zorgen. Ja. Oké, maar nu komen we op het stukje van de geïnfecteerde. En het gaat ervan uit dat iemand geïnfecteerd is. En had hij nog, komt hij naar het punt van de nazorg of zorg, nazorg. Hè? Jullie hielpen me daarnet om te zeggen, Ryan, er is een verschil tussen HIV en AIDS. Ik heb ook in mijn inleiding gezegd, mensen tegenwoordig met HIV, dus die geïnfecteerd zijn met die virus, leven gewoon normaal of kunnen een normaal leven leiden, omdat er dus nou juist de medicatie is. Hoe gaat het hier aan toe in Suriname? Is er ook vrije toegang tot de medicatie? Ja, nou in Suriname inderdaad. De overheid betaalt voor de medicatie, dus die is vrij aanwezig. Dus inderdaad, als iemand gediagnosticeerd is, is het belangrijk dat die persoon zo snel mogelijk naar zijn huisarts gaat. Dat die in kaart kan brengen wat is je situatie. Zoals ik al eerder zei, hoe ver is het met je immuunsysteem? Hoe ver is die inderdaad aangevallen of afgenomen? En goed in kaart brengt, dat in kaart brengt, zijn er andere ziektes, zijn er andere zaken waarmee rekening mee gehouden moet worden. En in Suriname hebben we sinds 2008 eigenlijk het beleid, wat in de wereld treat all, dat we zeggen, zodra iemand inderdaad HIV gediagnosticeerd is, dat die persoon gelijk op therapie gezet wordt. Natuurlijk met dien verstande dat er een traject met de persoon ingegaan wordt. Want ik denk dat we zijn er allemaal van bewust van, we hebben wel eens misschien een kuurtje moeten nemen voor een medicatie. En we weten dat medicijnen innemen niet een makkelijke zaak is. Dus natuurlijk is er een traject die bewandeld wordt om te kijken, is die persoon inderdaad ready om die medicijn te nemen? Want natuurlijk, net als alle andere chronische ziekten zoals suikerziekte en hoge bloeddruk, als je eenmaal start met medicatie, is het belangrijk, en zeker voor de HIV-medicijnen, dat je inderdaad die therapie goed en constant inneemt. Dus dat alles wordt besproken met de patiënt en in principe wordt dan de persoon gestart met medicatie. Ja, ja.
Dan kom ik op dat stukje van we moeten het samen doen. Want vaak worden de organisaties of de instanties boos op me. En nu pas begrijp ik het een beetje beter, besef ik het een beetje beter. Want ik was gewoon geneigd altijd te zeggen, ja, maar er zijn zoveel organisaties en instanties die zich bezighouden met het tegengaan in principe van nieuwe HIV-geïnfecteerden. Maar toch als we naar de cijfers telkens kijken elk jaar, dan merken we weer dat er toch steeds nieuwe gevallen zijn. Ja. Dan kwam ik vaak in de verleiding om te zeggen, nou dan doen de instanties of de organisaties dan niet genoeg. Ja. Weet je, dus jullie doen wel iets, het is mooi en prachtig, maar het is niet genoeg. Totdat mevrouw Holman me daar net stopte om te zeggen, nee, we moeten het samen doen, zo hoorde ik u zeggen. Klopt. We hebben een collectieve, maar ook individuele verantwoordelijkheid. Wilt u misschien iets dieper van me daarop ingaan, mevrouw Holman? Oké, met het samen. Kijk, mevrouw Steinberg zei het al van, je moet elke dag je tablet innemen. Is een bepaalde regel maar. Maar dan snap je, in het begin is men in shock meestal, dus men gaat ervoor. Tijdens de zwangerschap zien we ook dat vrouwen zeggen van, ik wil mijn kind niet infecteren, dus ze gaan ervoor. Maar je voelt je niet ziek. Je voelt je lekker, je hebt geen hoofdpijn, je hebt geen klachten, waarom moet je iedere dag een tabletje drinken? En daar begint het mee, hè? Van als je dus niet ziek bent en je denkt van, ik moet weer dat ding gaan drinken, dan merk je van dat ze het vergeten. Ze beginnen te vergeten en daar gaat het mis. Van op het moment dat je begint te vergeten, gaat het virus zich weer gaan vermenigvuldigen in het lichaam. Met als gevolg dat je weer klachten krijgt. En dan moeten we weer gaan switchen met medicatie. Maar dat is ook niet alleen het enige punt. Sommige mensen willen zich inderdaad gaan committeren aan, ik wil dat ding gaan drinken, want ik wil lang leven. Ik zeg meestal aan de moeders, je wil oma worden van jouw baby nu. Dus dat betekent dat je nog heel lang moet gaan leven. Maar dan zitten ze met de omgeving. Ik moet alleen drinken, ik ben niet ziek. Mijn partner ziet dat ik medicijnen drink, die weet het niet. Of ik woon met tante, oma, weet ik veel wie allemaal in dat huis. Die zien iedere keer dat ik medicijnen drink. Baby moet medicijnen drinken. Hoe gaan we daarmee om? Hoe staan we? Heb ik iemand thuis die mij daarin kan ondersteunen? Kan ik vrij praten tot mijn mensen? En de eerste mensen met wie je zou moeten praten is natuurlijk binnen je gezin. Degene die het dichtst bij je zijn. En als je daar die ondersteuning al niet hebt, dan begrijp je dat het doorgaan met hetgeen we willen doen samen een stukje moeilijker wordt. Zo? Kom nog bij kijken dat je partner misschien zegt van, ik wil niks van je weten meer. Man of vrouw zegt van, ik wil niks van je weten meer. Je krijgt een andere partner, nou dan moet je die van vertellen. Hoe gaat die ermee om? Vaak genoeg kiezen mensen ervoor om niks daarover te zeggen. Met alle gevolgen van dien. Toch, want plotseling ziet partner, maar je drinkt iedere keer iets. En nu zijn de medicijnen zo bekend, dus men wil, they gonna hide it en dat soort zaken. Met als gevolg dat je het als organisatie die werkt met deze doelgroep je best doet, maar die persoon heeft zoiets van, weet je, ik moet mijn kinderen eten geven, ik moet dit nog kunnen doen, ik moet dat nog kunnen doen, dus takisanfi. Snap je? En daarom zeg ik van, het begint bij jezelf. En we zijn niet allemaal even sterk om te zeggen van, ik heb lak aan iedereen, ik moet blijven leven voor mezelf. Want we hebben de ander, we zijn mensen, je hebt de ander ook nodig. En het is een community effort. Als wij er anders tegenover gaan staan, en niet alleen als patiënt of als beleidsmaker of gezondheidswerker, maar als de Surinaamse natie, om te zeggen van, we gaan het totaal uitbannen. De mensen die leven met HIV krijgen onze ondersteuning en we gaan er tegenaan en we zetten het virus echt in een diepvries, want dat kan, dan gaan we inderdaad successen boeken. Maar het begint eerst daar. Ja. Toch? En het begint met jezelf om te zeggen van, wat wil je voor jezelf? Want als je weet dat je negatief bent, hoe hou je jezelf negatief? Daar begint het mee. Mevrouw Steinberg, vanuit het ministerie, wordt er ook iets gedaan aan preventie? Want we praten dus over geïnfecteerden, maar ja. Wordt er iets gedaan aan, vanuit het ministerie? Hoor? Zeker. Het ministerie heeft een nationaal strategisch plan. Waar we met alle stakeholders hebben gekeken. Natuurlijk, zoals ik al eerder zei, we hebben ons gecommitteerd aan de internationale doelen. En om die doelen te bereiken hebben we inderdaad een strategisch plan die tot nu gaat tot 2020. Waarbij we inderdaad onze main focus is 1, preventie. En 2, behandeling, zorg en begeleiding. En voor preventieactiviteiten, we doen het zoals mevrouw Holman net zei, we kunnen het niet alleen. Dus natuurlijk als ministerie hebben we ook heel goede samenwerking met verschillende NGO's. Waarbij er dus outreach wordt gedaan, mensen worden geïnformeerd.
HIV-testplaatsen zijn er aanwezig waarbij mensen kunnen gaan. Condooms worden gratis gegeven. Dus zo zijn er verschillende activiteiten waarbij we inderdaad proberen preventieactiviteiten uit te voeren. Ik moet zeggen, en inderdaad, ik denk zeker voor preventie is iets dat wij als ministerie absoluut niet alleen kunnen doen. Want dat heeft echt te maken met communities. En daar rekenen we eigenlijk op de communities, de verschillende organisaties, religieuze organisaties, om inderdaad ook de bijdrage te leveren. Want we zien ook wel steeds, we hebben als ministerie ook wel vaak campagnes gehouden, massamediacampagnes, we hebben het lang niet gedaan en inderdaad moeten we misschien weer kijken. Maar ik denk dat er ook, wat we gezien hebben, dus zeker de plaats is voor kleine groepen. Want soms massamedia bereik je misschien een paar mensen, maar soms is het echt die one-on-one groepen praten tot mensen. Dus dat zijn zeker zaken waarbij we de community absoluut nodig hebben. Ja, ja. Er zijn, zoals ik aangaf, zijn er een aantal organisaties of instanties, hoe je het wil, die zich bezighouden met het voorkomen, dat vooral, dus preventie, maar ook het voorkomen juist van HIV-geïnfecteerden. Een van de instanties of organisatie is YAM. YAM staat voor Youth Advocacy Movement. Dat is dus een jongere organisatie dat zich ook bezighoudt onder andere met het voorkomen van steeds nieuwe HIV-geïnfecteerden. We spraken met een van de vertegenwoordigers van YAM. Kijkt u eventjes met me mee. De YAM is eigenlijk een onderdeel, is een, ja, de jeugdarm van Stichting de Lobby. En we houden ons bezig met voornamelijk het voorlichten van jongeren, ze een informatie verschaffen over hoe hun seksualiteit op een verantwoordelijke manier te beleven. En we moeten natuurlijk ook voor ze bepleiten over hun seksuele rechten, dat die niet worden geschonden en dat ze dat heel goed kunnen naleven. Om te beginnen, onze doelgroep is van 10 tot 24 jaar, 25 jaar. Dus die groep, de jongeren. En hoe het aanslaat, het slaat verschillend aan. Ze zijn altijd laaiend enthousiast als ze ons zien. Want dan zien ze natuurlijk condooms, ze zien soms dildo's. En dan zijn ze een beetje enthousiast. Maar als het wordt ook meegenomen, want je hoort daarna ook vaker van meneer, u was bij ons op school, u heeft ons dit geleerd. Maar als ze het daadwerkelijk toepassen in hun leven, dat hebben we heel weinig kunnen meten. De seksuele rechten, er zijn er 12. En dat zijn rechten die zijn opgenomen in de mensenrechten. En het gaat meer over dat iedereen recht heeft om te beslissen met wie ze seks willen hebben, hoe ze hun seksualiteit willen beleven. En hun moeten bepalen wie hun partner wordt. Dus dat alles heeft te maken met seksuele rechten. Je hebt ook reproductieve rechten. Dat zijn, je mag beslissen wanneer je een kind wil maken, met wie, hoeveel je wil maken, wanneer je het ook wil maken. Dus dat zijn allemaal een deel van die rechten die heel veel jongeren niet kennen. In Suriname is het deels wel taboe en deels niet. Je hebt een bepaald deel van de bevolking die dat nu al normaal vindt. Maar een deel zegt nog steeds van, we praten hier in het huis niet over seks. En dat doen we pas als je bijvoorbeeld 18 bent of als je zelf 21 bent, dan zullen we praten over seks. Dus je ziet dat het in bepaalde omgevingen, bepaalde groepen wel nog steeds taboe is. Ja. We kregen niet echt veel mensen die HIV geïnfecteerd zijn bij ons. Een reden waarom? Omdat wij geen hulp verlenen. We kunnen ze slechts laten testen bij Stichting Lobby. En daarna zouden ze wel doorverwezen moeten worden naar hun arts of een andere instantie om ze dan verder te begeleiden. Omdat wij tot nu toe alleen bezig zijn met de voorlichting. We zijn natuurlijk wel van plan om meer te doen om ze te begeleiden en ze alle zorg te geven. Dus tot nu toe is dat wel niet het geval. Een boodschap van de YAM naar onze doelgroep. Misschien zal ik ook even beginnen met de ouders. Want daar is ook heel belangrijk dat de ouders ook een beetje open moeten zijn met hun kinderen. Een beetje meer praten over seks. Want jij bent de vertrouwelijke omgeving van je kind. Je kind moet op jou terug kunnen vallen indien er iets is. Dat is een beetje, dat de ouders een beetje open en eerlijk zijn over seksualiteit met hun kinderen. De kinderen moeten natuurlijk dat ook zijn tegen hun ouders. Probeer niet een heleboel dingen uit en van vriendinnen gaan horen wat je moet doen, maar kom naar de juiste instantie om je informatie te winnen. Want er lopen heel veel jongeren rond met heel veel misinformatie, wat ze onveilige abortussen laat plegen, verkeerde anticonceptiemethodes, waarbij ze toch zwanger worden of een onveilige abortus hebben. Ze belanden dan op de EHBO,
of iets dergelijks. Dus dat kan voorkomen worden als je dan, weet je, de juiste informatie probeert te krijgen. En dus eigenlijk ook je recht op informatie. Aldus de heer Lansdorff van, als vertegenwoordiger vanuit de organisatie YAM, Youth Advocacy Movement. Dames, in Suriname, welke groepen zijn het meest kwetsbaar? Nou, in ons strategisch plan hebben we zeker ook gebaseerd op de data, geïdentificeerd de kwetsbare groepen of key populations, hoe we ze noemen, in verschillende terminologie. Sekswerkers, natuurlijk vanwege hun werk, een hoger risico. Mannen die seks hebben met mannen. Zeker ook onze jeugd is de focus op. En in het algemeen, ook wereldwijd, natuurlijk mensen die leven met HIV. En dat komt eigenlijk ook wel terug met wat mevrouw Halband eerder zei. Dat vanwege de nog steeds zijnde stigma en discriminatie, blijven ze toch wel een kwetsbare groep. Dus dat zijn vooral de groepen die we hebben geïdentificeerd, waar we extra aandacht hebben. Natuurlijk hebben we aandacht voor de hele populatie, maar waar we toch wel proberen extra aandacht en voor te hebben. Ja, ja. De volgende vraag die ik ga stellen is, kijk even naar mijn kijkers, is niet om mensen bang te maken, dat helemaal niet, maar het doel van deze vraag is om mensen juist scherp en bewust te maken. Hoor. Daarom stel ik de volgende vraag. En de volgende vraag is, we hebben gesproken over je moet gaan testen en je zegt, sommige mensen zeggen ja, ik heb maar één partner dus ik doe het niet. Anderen zeggen ja, uit vrees, anderen willen dat de omgeving dat weet. Is er überhaupt een symptoom of iets waaraan je kunt zien dat ik HIV geïnfecteerd ben? Is er iets? Kun je iets zien? Zolang je niet bent gaan testen, weet je het niet. Dus je kan het aan niks van de persoon zien? Absoluut niet. Pas wanneer de persoon in de AIDS-fase komt en een aantal ziekten krijgt die we eigenlijk onder normale omstandigheden, zeg men, niet zouden krijgen. Of niet, dan, zo, vaak niet zo vaak zou krijgen. Dus dan, ook dat is geen... Want het zijn gewoon bestaande ziekten die je krijgt. Maar alleen als we verder gaan kijken, dan zie je wel dat er daar onderliggend een vervelende virus erbij is. Ja, ja, ja. Ja, want als je buikpijn hebt, doet je buik je pijn. Als je teenpijn hebt, doet je teen je pijn. Snap je? Maar dus daarom dacht ik, is er een symptoom. Maar er is niks dat HIV kan aangeven aan iemand. Je moet gaan dat testen. Maakt dus het geheel in principe dan werkelijk dan nog moeilijker. Er is geen waarmerk. Juist, ja. Eigenlijk bevestigt dat voor ons dat je als individu inderdaad gewoon waakzaam moet zijn en jezelf moet beschermen. We zijn allemaal potentiële HIV-dragers. Iedereen kan een potentiële persoon zijn die geïnfecteerd is met HIV. Dus dat wil zeggen, bescherm jezelf, ken je status. Als je inderdaad besluit om seks te hebben met iemand, ken de persoon de status, ga je samen testen. En dat is de enige manier. En zo niet, gebruik een condoom, bescherm jezelf. Ja. En dan nu de transmissie van moeder naar kind. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? De transmissie moeder op kind, dat wil zeggen dat de moeder met het HIV-virus leeft. Ze raakt zwanger en kan dat dus overdragen naar haar baby. Het hoeft ook niet zo te zijn dat het van de moeder komt. Het kan ook zijn dat de partner, dus de man, het virus draagt. En het virus gaat mee met spermacellen. En vandaar dat ik dus eigenlijk ook stress van bij die vrouwen van ken je partner, want het wordt overwegend door spermacellen overgedragen. En waardoor dus het kindje dus geïnfecteerd kan raken. Tijdens de zwangerschap testen we alle vrouwen. En het is een provider-initiated testing. Dat wil zeggen dat de gezondheidswerker de test aanbiedt. De andere is voluntary testing. En dat wil zeggen dat jij zelf gaat naar een site of naar de dokter en zegt ik wil getest worden, maar wanneer je zwanger bent, dan moet je een serie van testen doen om zodat we weten van hoe gezond ben je als vrouw. En een van de testen is een HIV-test. En dat komt gewoon mee in dat rijtje. Daar
counselen we die vrouwen niet vooraf bij het ander. Dan hebben we echt een gesprek van, weet je het zeker waarom, bla bla bla, alle risicofactoren. Maar bij zwangerschap doen we dat niet. Dat doen we pas als de vrouw zou zeggen van, ho ho ho, ik wil niet getest worden op HIV. Dan komt de counseling in. De ervaring leert ons dat vrouwen meestal zeggen van, geen probleem. Geen probleem, ja. En ze gaan door alle testen heen. We doen niet alleen HIV als seksueel overdraagbare ziekte. Maar we testen ook op hepatitis B en ook op syfilis. Dat zijn de drie zaken die we meenemen in het programma van eliminatie. Dit programma gaat sec over HIV, maar wanneer we praten over zwangerschap en eliminatie of prevention, dan nemen we ook mee syfilis en hepatitis B. Ja. Omdat die ook via de moeder naar de baby kan gaan. En als we even blijven bij dat van de baby's hier in Suriname, zijn er veel gevallen daarvan? Besmette baby's, dus pasgeborenen? Niet meer, dat zei ik aan het begin. We hebben dus wel, het loopt af. Dit jaar heeft het ons wel even laten schrikken. Maar met jouw toestemming kom ik straks daarop terug. We hebben ongeveer van de 130 vrouwen die seropositief zijn en zwanger raken, dat we jaarlijks 3 tot 4 baby's hebben die toch positief geboren worden. Geweldig, een lang leven de medische techniek hoor, dat je dus ondanks het niet de medische techniek, hè? We hebben de medicatie, maar het is de vrouw die het nog moet innemen. Ja. Want ik geef je die tabletten, ja, okay. Maar als je niet inneemt, gebeurt er ook niks. Maar toch wel heel spannend dat het er überhaupt ja. is natuurlijk, dat je met, toch zo'n kindje kan redden. Ja, met goede medicatie, als die mevrouw echt heel vroeg in de zwangerschap komt en toch wel consistenter medicatie inneemt, dan is het 96-97% kans dat die baby gezond geboren wordt. Dat wist ik zeker niet en ik denk met mij velen ook niet hoor. Ik dacht dat het gewoon zo automatisch ging dat als de moeder geïnfecteerd is, dat dus het pasgeborene automatisch ook geïnfecteerd op de aarde ja, komt. Als ze dus ja, als ze niet worden, de, ja, als we niks doen. Als we niks doen, ja. Zeker weten. Als ja, we niks doen. Ja. Dan kijk ik misschien een beetje meer richting mevrouw Steenberg. We gaan ervan uit dat zoveel mensen het weten, maar je krijgt toch aan de andere kant weer het gevoel dat misschien mensen het toch ook niet weten. Hoe kun je geïnfecteerd raken met het HIV-virus? Ja, ik ben eigenlijk helemaal met u eens. Als je ook naar de cijfers kijkt, zien we toch dat mensen inderdaad heel veel aan kennis hebben. En daar moeten we als samenleving en zeker ook als overheid aan gaan werken. Maar er zijn verschillende manieren waarop mensen geïnfecteerd kunnen raken met HIV. Eén is net al genoemd natuurlijk, van moeder op kind. Dat is één manier. De grootste manier die ook wereldwijd heeft gezorgd is door middel van seksueel contact. En het derde is natuurlijk als er bijvoorbeeld bloed-bloedcontact door bloedtransfusie. Maar natuurlijk in alle manieren van overdracht is het seksueel contact de grootste manier gebleken waardoor inderdaad mensen geïnfecteerd zijn geworden. Ja, ja. En ik zei daarnet in mijn inleiding ook, soms heb je de gevallen toch, dat dus de ene partner, de andere partner opzettelijk besmet. Als ik even dat woord besmet van jullie mag gebruiken, opzettelijk besmet. Waarom denkt u dat dat, waarom denken jullie misschien dat daaraan zou, dat zou liggen? Doen ze het gewoon bewust? Is het misschien onbewust? En dan wil ik meteen dan een subvraag daaraan koppelen. Is het altijd zo dat als partner, dat de ene partner besmet is en er seksueel contact is met de andere partner, dat er altijd sprake is van de virusoverdracht? Nee. Laat me de laatste doen, dan mag ik de eerste doen. Maar op het moment dat je geïnfecteerd bent met het virus en je bent goed op therapie, dan kom je in een fase wat wij dus zeggen virus suppressed. En dat wil zeggen dat je eigenlijk het virus in het donkerste kamertje in je lichaam hebt geplaatst. En dus dat de overdracht naar je partner eigenlijk bijna niet mogelijk is. Oh ja, dat is dat wil niet zeggen dat het virus er niet meer is. Mm-hmm. Maar we hebben hem ingekapseld en in een donker hoekje weggezet. Wat ik zei in het begin, in een diepvries bij min 200 graden. Ja, ja. Door middel van medicatie bedoel je toch? Door middel van medicatie, ja. Als je goed op therapie bent. Ja. Dat wil zeggen dat je dan zonder een condoom seks zou kunnen hebben, waardoor je partner het niet zou kunnen krijgen. Maar er is altijd natuurlijk een risico
Ik kan niet zeggen het is 100% safe. Laten we zeggen het is 97% safe. Dus dat je het altijd gaat infecteren, zou ik zeggen van nee, als je goed bent op therapie. Want dat zeggen we ook wel bij aan koppels waarbij er kinderwens is. En de mensen zijn dus echt goed op therapie. Dan zeggen we, je kan onbeschermde seks hebben tijdens de vruchtbare periode om dat kindje op natuurlijke wijze te kunnen verwekken. Maar het is altijd een risico. Ja, ja, ja. Mevrouw Steenberg, mevrouw Holbein zei, medicatie kan ervoor zorgen dat dus die virus in een donkere kamer wordt gezet. Maar is er niet ergens medicatie dat ervoor kan zorgen dat die virus helemaal uit het huis wordt gezet? Dus helaas, niet in die donkere kamer, maar helemaal uit het huis. Helaas is dat nog niet ontdekt. Dus inderdaad, wereldwijd is men bezig te kijken naar een vaccinatie. Om te kijken, inderdaad, net als hoe kinderen vaccineren of mensen vaccineren om bepaalde ziektes niet te krijgen, is men jarenlang aan het werken. Helaas geen het HIV-virus toch wel een erg slim virus te zijn. Dus het vaccinatie is nog niet gevonden, want dat zou inderdaad dan kunnen eigenlijk zelf voorkomen, want dan zou je het doen voordat. Ja, 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 ja. Maar de medicatie, daarom praten ze in de volksmond ook vaak bekend als remmers, en inderdaad, het zijn remmers. Dus ze onderdrukken dat virus, zodat het virus je lichaam niet kan aanvallen, maar het is niet helemaal uit je lichaam. Het is inderdaad, als je goed op medicatie bent, inderdaad goed onder controle, dat transmissie inderdaad bijna tot nul gereduceerd is. En dat is ook wereldwijd nu ook waarom men zegt, zodat iemand geïnfecteerd is, moeten we zorgen dat die persoon op therapie komt. Want ook dat kan natuurlijk de overdracht remmen. En dat is ook een van de methodes die men nu ook toepast. En daarom is het ook zo belangrijk, niet alleen voor de persoon, maar ook voor de samenleving, dat mensen één op therapie worden gezet. En ten tweede dat de therapie goed blijven innemen. Dat vooral. En terugkomend op uw eerdere vraag, ook, ik moet ook wel zeggen, ook zonder medicatie, ook als mensen geen medicatie, is het niet 100% dat mensen geïnfecteerd raken. Het is niet 100% dat mensen geïnfecteerd raken. Er is altijd wel een kans natuurlijk dat je inderdaad seks hebt gehad met iemand die HIV geïnfecteerd is en dat je niet positief is. Maar ik denk niet dat u of ik. Ik denk niet dat u zomaar een risico wil nemen. Ja, dus ja, ja. Dus dat is zeker iets, want je is eigenlijk spelen met wat gaat er uitkomen met het geluk. Ja, ja, ja. Ga ik dit keer geluk hebben? Dus dat is zeker niet iets wat we zouden moeten willen bevorderen. Ja. Nou, Suriname is niet alleen, staat niet alleen om de wereld. Ik zei dat net ook, het is een global problem. Maar om even hier bij onze regio te blijven. Hoe doen wij het ten opzichte van de regio hier, dus de cijfers en gevallen, de geïnfecteerden? Nou, in principe zijn we echt rond het gemiddelde in de regio. Als je kijkt naar de verschillende Caribische landen, er zijn natuurlijk wat landen die iets aan de lage kant zijn. Maar over het algemeen zijn we in de groep van gemiddelde en zijn we ongeveer hetzelfde als onze andere Caribische landen. Liggen we ongeveer hetzelfde als de Caribische landen. Ja. Zo, dames, dan denk ik dat we zich zoetjes aangezien gekomen aan het einde van deze aflevering van Opinie. Een hele spannende aflevering overigens hoor, van Opinie, want je leert er telkens weer ook weer wat. Tot slot, zouden jullie misschien iets willen meegeven aan die samenleving? Nou, ik denk dat we kunnen volstaan met de eerste, misschien moeten we zeggen, het lijkt inderdaad op een slogan, maar het is denk ik zeker wel belangrijk. Voorkomen blijft altijd nog steeds het beste na genezen. Dat is natuurlijk altijd waar we voor moeten gaan om de ziektes te voorkomen. Dat is natuurlijk ons eerste doel. Maar aan de andere kant moeten we zeggen, inderdaad moeten we denk mensen zich realiseren dat HIV gegaan is van inderdaad jaren terug een ziekte waarvan je denkt, oké, mensen gaan dood, naar nu een chronische ziekte waarmee mensen heel goed kunnen leven. En heel goed kunnen leven natuurlijk als ze op tijd op therapie gaan en zich inderdaad ook aan die therapie houden. Ik denk dat we daarmee moeten volstaan en ik denk een belangrijk is dat als overheid zijnde wij het niet alleen kunnen. Ik hoop dat na dit programma inderdaad duidelijk is geworden dat de overheid het niet alleen kan, de verschillende community organisaties het niet alleen kan, maar dat we het eigenlijk als samenleving, dat we het samen moeten doen. Ja, ja. Mevrouw Holband, misschien heeft u ook wat aan toe te voegen. Ja, zeker aanvullend hierop. En kijken naar mijn specifieke doelgroep, de zwangeren, wil ik ze echt oproepen om, nog voordat ze weten of denken aan zwangerschap, te gaan voor controle.
En let wel, laat die kaartje niet tegenhouden, want ik weet dat er een issue is met een verzekeringspasje hebben of geen verzekeringspasje hebben. Maar begin te gaan, want we gaan helpen en we gaan samen het traject afleggen. En dat pasje komt er zeker wel. Ja, ja. Zoals we het vanavond hebben gehoord van de dames, je kunt het niet aan iemand zien als de persoon HIV geïnfecteerd is. Wat het allemaal natuurlijk heel moeilijk maakt om precies te weten wie wel geïnfecteerd is of wie niet geïnfecteerd is. Daarom moet ik weer refereren, ook aan het einde, naar mijn inleiding waarbij ik zei, indien je seksueel actief bent, het beste toch is om je toch te gaan laten testen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Opinie. Mocht u het op de helft hebben gezien of hebben gehoord van iemand, dan kunt u wachten op de herhaling woensdag en vrijdag, telkens ook weer om 9 uur, hier via kanaal 8.3 GovTV. Of u gaat rustig naar onze YouTube-channel, Nationaal Informatie Instituut. Dan zoekt u dus deze aflevering van Opinie op en dan kunt u rustiger doorheen. Blijft u vooral kijken naar kanaal 8.3 GovTV als u echt op de hoogte wil blijven van wat er allemaal gebeurt in het land. Een fijne kijkavond verder. Ik ben Ryan de Gama. Dag. Opinie.